In Home of Hits neem ik, Kraantje Papi, je mee achter de voordeur van mijn collega-artiesten. Hey. Ik ga kijken waar hun hits zijn ontstaan. Oh, dat zijn allemaal nummer 1 hits. Ja. Je kan me alles wijsmaken, die heb ik niet. Ik krijg een unieke kijk in de crib. What the hell? Waarom hang je allemaal van dit soort dingen op? Dat hang ik niet op. En we gaan het natuurlijk hebben over het leven naast het podium. Hier ben ik gewoon Leo, hier ben ik papa. Maar echt alles behalve muzikant, zeg maar. Dit is Home of Hits. Met Little Cranny Crane. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Home of Hits hier op 538. En ik zit weer in de auto en ik ben vandaag op weg naar de meest vieze, de meest smerige, de meeste streams hebbende superster van ons land. Niemand minder dan Leendert Roelandschap, beter bekend als Busy. Maar vandaag willen we Leo leren kennen, want hij heeft net zijn zomertour afgerond, maar ook net een dochter. Hoe kan dat in één zin? Daar gaan we achter komen. We gaan naar zijn huis. Ga je mee? Hoppakee. We zijn er bij Leendert. Hallo? Hoezo zit je buiten? Het is helemaal geen lekker weer. Ja, wat kan ik zeggen? Ik moest hier zitten. Hoe gaat het dan? Ja, lekker. Godverdomme, jongen. Ja, lekker. Oh. Einde van de zomer. Ja. Hoe was de zomer dan? Nostalgisch. Ik heb gewoon wat jij, zeg maar, toen wij elkaar voor het eerst in Lorette ontmoetten. Ja, met Krokobil die tijd. Ja, ja. Ja, dat heb ik gewoon weer gedaan. Ik ben Mallorca geweest, Albufeira, Creta. Die zomertour is echt kapot slopend. Ja. Maar je hebt nou een dochter ineens erbij. Dat vond ik wel ergens een beetje moeilijk. Maar ik had gewoon na de corona zoiets van, ik wil ook een soort van loyaliteit laten zien naar die clubs. Ja, ik had het wel zo ingedeeld dat de tijden dat ik thuis was echt fully op de kleine kon. En dan gingen we ook gelijk, weet je, met het gezinnetje lekker leuke dingen doen. Maar het is wel zo, als je na 3 dagen thuis komt, dan ziet een baby er gewoon anders uit. Ja. Ineens is het van superveel trekjes in het gezicht, stemmetje begint te werken. Ja, maar jij ziet er zelf ook elke 3 dagen anders uit. Ik zag er ik takelde wel echt af, zeg maar. Ja. Ik heb er wel van genoten. Mijn ogen gingen steeds dieper mijn hoofd in. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk behoorlijk goed. En waar ik me, wat ik me altijd afvraag, waarom de hel? Want je hebt niet alleen hier een huis. Je hebt dus ook een huis op Bali, meerdere. Ja. Ja. En in Brabant. Waarom ben je daar niet gewoon? Nou, ben ik wel veel geweest. En ik hou er echt heel erg van. En ik moet ook zeggen, was corona niet geweest, zat ik er misschien nu al. Maar ik heb wel zoiets van, I want to quit on my terms. Ja, nu voelt dat gewoon niet het moment. En ik miste het ook, man. We zijn nu helaas niet op Bali, want budget, eerste seizoen. Ik moet me nog bewijzen. Is er één plaat waarvan je zegt, ja, als je die nu hier op zou zetten, zit jij gelijk op Bali? Traag is soort van wel in Bali ook nog steeds voor de clubs echt een soort van volkslied. Dus ik ga verder natuurlijk ook weinig uit, omdat ik eigenlijk altijd optreed op de momenten dat je uit zou kunnen gaan. Ja. In Bali ga ik wel af en toe uit, dus dan hoor ik ook traag. En dan ben ik ook, je weet toch, hier zeg ik eerlijk, als traag wordt opgezet vind ik best awkward. Als daar traag op staat, dan own ik het gewoon. Ja, doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, 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 traag. Weet je wanneer welk liedje moet ik horen dat jij gelijk op Bali bent? Dat is mooi, hè? Die hoor ik en dan ben jij gelijk op Bali. Ja, Bali. Ja. Natuurlijk, ging man. Op nummer 1 en toen zat jij op Bali. Ik denk dat dat de enige keer was dat je dacht, ja, dan Bali. Dat je, dat je daar zit. Ja, dat was heel grappig, want ik moest aan jou vragen hoe real het succes was. Ja. Ja, ik kreeg ook haatcomments, was ik fucking trots op. Ja. Want ja, dan tel je wel mee natuurlijk op het moment dat mensen ook iets kuts over je zeggen. Maar het grappige was, volgens mij wist jij zelfs eerder dat we op nummer 1 stonden. Want ik werd dus wakker met het tijdsverschil. Ja. En toen stonden we dus al trending nummer 1. We stonden op Spotify nummer 1. Het was net dat keerpunt dat je niet op voorhand al zelf kon inschatten. Kijk, nu weten we allemaal toch, weet je, de midweeks, we gaan dan goud. Je kan helemaal meetellen. En toen was het nog wel echt een verrassing. Oké, verrassing. Ja. Zullen we mij verrassen met een drankie? We gaan jou verrassen met iets lekkers fris, jongen. Hey. Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is smeren. Het antwoord op je vraag is ja, ja, ja.
Dit is mijn luxury. Ja. Deze moet ik ook hebben in mijn nieuwe huis. Heb ik ook. Bro, als je dit niet hebt, ouwe, dan... Skeer? Dan tel je niet mee. dan kan je geen succesvolle muzikant noemen, ouwe. Nee, precies. Nou ja, succesvolle muzikant. Dit is een beetje het enige wat ik hier binnen zie wat... insinueert dat hier een succesvolle muzikant is. Waar zijn je platen? Waar zijn je platen? Oh, mijn platen. Ja, waarom ademt dit huis helemaal geen busy? Nee, daar hangt hier geen busy, nee. Nou ja, ik ben daar niet, man. Ik zeg wel heel eerlijk, dit is voor mij wel echt de plek gewoon om te chillen, man. Hier kom ik wel echt met mijn gezin gewoon. Hier ben ik gewoon Leo, hier ben ik papa, hier ben ik homie. Maar echt alles behalve muzikant, zeg maar. En draai je hier ook geen muziek van mij? Nee? Hier wordt bachata gedraaid. Hier draait mijn vrouw allemaal Genuine uit het jaar 2000. En dan zet ze podium. Is there any more room in those jeans? Snap je? No. Ook omdat ik juist van de toeren kom, waarin je dus echt constant de artiest bent, toch? Dus je wordt gebracht naar het vliegveld, je wordt opgehaald, je bent met promoters, je bent de hele dag ben je eigenlijk, sta je aan, weet je wel? Ja. En ik waardeer dat zo dat ik dat niet meer hoef te doen. Dat ik gewoon als ik hier kom gewoon grounded ben en gewoon, ja, weet je, mijn November die denkt gewoon dat iedereen op YouTube komt en iedereen komt op tv of whatever, Spotify. Maar dat komt ook omdat iedereen van YouTube en tv en Spotify bij jou over de vloer komt. Ja, die komen hier ook. Ook omdat we de studio hier hebben en ook omdat we natuurlijk, we hebben natuurlijk een mutual friend en we zijn ook natuurlijk allebei gedeeld voogd van Boske bijvoorbeeld, JJ. Ja. En weet je, dat soort gasten komen hier veel. Dus voor hem is het heel normaal. Maar heeft hij wel door, denk je, hoe bekend je bent? Nu steeds meer. Hoe oud is hij nu? 6. Dus hij niet echt of zo. Het is meer... Kijk, weet je wat het ook is? Het werkt ook twee kanten op. Want ik ging hier ook bijvoorbeeld... Ga ik dan skateboarden met hem en een beetje oefenen. En dan roepen kinderen ons. En dan zeg ik van... wil je met ze spelen? En dan zegt hij van... ja, nee, maar ze vinden jou leuker dan mij. En dan breekt mijn hart, ouwe. Dus ik probeer daar heel erg ver weg van te blijven. En ook gewoon hem te instrueren. Dat als bijvoorbeeld nu een kind van 12 naar hem komt... terwijl die 6 is van... ja, ik wil bij jou thuis spelen. Dan zeggen we ook gewoon van... Je moet lekker met kindjes van je eigen leeftijd spelen. En die gewoon helemaal alleen maar op November focussen. Dus dat merkt hij wel een beetje, dat het een soort van raar is of zo. Maar nog legt hij volgens mij niet echt een clue met what's really going on. Ik denk ook wel dat in deze wijk wonen best veel mensen uit de andere milieu, zeg maar. Wij zijn wel een beetje de Johnny en Anita van de wijk. Ik stap ook wel gewoon vaak de deur uit zonder shirt. Maar dus we kunnen wel stellen gewoon... kijk, ik weet dat, maar ik denk niet dat iedereen... dat er wel echt een mega verschil is tussen Leendert, Leo en Busy. Jij bent best wel altijd heel beschermend geweest... dat mensen dus niet achter Busy konden kijken. Ja. Ja. Ik heb daar zelf, als ik het op mijzelf betrek met Kraantje en Alex... Over, ja, ik krijg sommige dingen gewoon niet meer of mijn strot uit... of ik kan er gewoon niet meer van genieten... omdat ik gewoon... mijn leeftijd catcht mij gewoon. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar dat je... Nee, kijk, ik doe dat nu dus ook meer. Laat ik ook meer Leo zien. Of Leendert, voor de kennis. Leendert mocht bijvoorbeeld niet eens genoemd worden aan het begin. Jawel, nee, dat mocht wel genoemd worden, maar dat is gewoon... Ja, bro, dat staat in mijn paspoort, dat is gewoon, je weet toch? Ja, het scheelde niet. Nee, maar shout-out naar mijn opa, die heette zo. En ik draag de naam met trots. Maar het ding is, puur onzekerheid, man. Gewoon denken dat, weet je wel, het is natuurlijk wel menselijk, denk ik, om gewoon een masker op te zetten. En ja. Dat masker was busy voor mij. En dat werkte heel goed. En dan denk je ook gewoon van never change a winning team. Maar ja, je wordt natuurlijk ouder en je publiek wordt ook ouder. En einde van de dag denk ik dat authenticiteit het beste werkt. Weet je wel, mensen baaien je shit omdat ze het gewoon geloven. Ja. En ik heb dat gewoon een tijdje soort van, misschien juist door het succes, dat je dan denkt van nu moet ik er blijven. Dan vergeet je dat een beetje. Ja. En daar kom ik nu een beetje van terug. En dan laat je ook meer van jezelf zien. Maar dat is gewoon onzekerheid. Ik merk wel ook dat tegenwoordig ziet de kijker ook duidelijker hoe het werkt. Omdat je zoveel veel deelt. Vroeger kon je ook veel makkelijker jezelf geheim houden achter dat masker, toch? En nu is er geen ontkomen meer aan. Dat is echt... Nee.
Nee, en het is ook voor mij geleidelijk gegaan. Je leert ook. Kijk, jij bent altijd gelijk een soort van solo-artiest geweest. Maar ik kon me natuurlijk schuilen achter Jim en Niels. Ik zat in een groep. Ja. En dan in één keer merk je van... ja, maar als je een solo-artiest bent... dan willen de mensen jou leren kennen. Dan ben je niet een movement alleen. Maar dan ben je gewoon een persona en gewoon een verhaal. En dat mensen die willen dat verhaal ook weten. Ja, dat leer je gewoon. Dat is voor mij gewoon een leerproces geweest. En hoe gaat dat met René en hier thuis? Ik ben dankbaar voor dat ze... het met me uithoudt en voor hoe mooi en sterk ze is, weet je. Dat heb je gewoon nodig, weet je. Elke sterke man, het klinkt cliché, maar hij heeft gewoon een hele sterke vrouw nodig. Dat heb jij ook. Kijk, jij kent mij ook. Je weet, wij zijn allebei, hebben wij gewoon een reckless guy in ons zitten... Ja. Die af en toe naar buiten wil. En dan fluit mijn vrouw me wel terug van, yo, even normaal doen. Ja. Je neemt nu te veel aan. Je bent nu wel weer te veel aan het geloven in busy. We gaan weer even, je weet toch, ga even chill doen nu. En wat is nou een van de kids, laten we zeggen, november... de muziekindustrie in wil? Voor of tegen? Nou, ik zou niet een gat in de lucht springen. Nee, ik zal hem, whatever the fuck die wil gaan doen, zal ik hem steunen, snap je? Maar ik probeer dan wel, je weet toch, de keerzijde te laten zien. Want het is wel zo dat... ja, ik probeer nu ook eigenlijk wel een beetje voor hem te spreiden... dat hij in principe alles kan worden wat hij wil. En ja, als dat muzikant is, je weet toch. Maar is hij muzikaal? Hij is nu nog niet per se heel muzikaal. Nee? Ik zeg je heel eerlijk, hij heeft twee ouders die op zich wel kunnen dansen, maar hij heeft de totale eigen visie op... op ritme. Ja. Doe je altijd nog... Rest in peace, Tido. Ligt Tido echt hier? Tido ligt hier. Echt? Ja, bro. Ik dacht echt, ik zou zweren dat deze steen gewoon een eerbetoon was. Nee. Ik heb echt een kaarsje hier neergelegd. Als een kleine baby staan janken en begraven, man. Dat was je homie, hè? Tido was mijn G. 100.000%. Waar zit dat toe dan? Meerdere, man. Ik heb op mijn been. Ik heb om mijn hart zit hij ook. Hier, Tido. De goon. Studio? Ja, maar wel eventjes een korte pauze, hoor. Ik wil dit mensen niet onthouden. Het is fucking Leven Garden, joh. Dit is wel een blessing, man. Ik zeg je eerlijk. We hebben de tuin ook wel echt ingedeeld op van... dat als ik thuis ben, dan wil ik gewoon mensen kunnen ontvangen. Dus gewoon, je weet toch... keukentje in de tuin, barbecue gelijk ready. Hier kan je zitten, want hier is 's avonds de zon. Ja. En hier is eigenlijk de rest, eigenlijk de hele dag de zon. Dus ja, we hebben het zo ingedeeld dat er al komen 100 mensen chillen, dan kan het, weet je wel. En je vriendenkring, zijn het allemaal collega's en is dat alleen maar muziek delen dan? Nee. Of zijn het ook gasten van vroeger? Het is wel veel muziek, maar het is ook veel mensen van vroeger. En weet je, een van mijn beste vrienden is aannemer Timmerman. En dan praten we ook echt totaal niet over muziek. Dat is het gewoon, ja, weet ik veel, over niks. Of juist heel diep. Hoe gaat het echt met je? Zat Busy altijd al in je, ook als klein ja, kind? Man, ja, zeker. Ja? Ja. Brugklas musical vond ik de tunes niet hard. En toen had ik ook geopperd om dan zelf de liedjes te schrijven... voor alle nummers die gedaan werden. Dat heb ik toen gedaan. En achteraf zat ik te denken van... hé, dat is best wel een soort van voorspellend eigenlijk op wat ik ben gaan doen. Maar toen dacht ik gewoon van ja... blije, vrolijke guy toen. Ja, ik vond dat ik stond er totaal niet bij stil. Ik dacht gewoon van, laat mij gewoon die tune schrijven. Dan, Dus brug. Klas. Inspiratie en invloed. Ja. Waar is de studio dan? Hier is de studio. Want iedereen denkt natuurlijk dat we nu in de auto moeten, maar nee. Nee, niks is binnen waar. Het is, jij denkt, hij heeft een paar fietsen in de schuur. Maar nee. Nee, hier zetten we gewoon een laptopje neer. Heel simpel. MIDI keyboardje. En dan eigenlijk 90% van wat hier aan de muur hangt, heb ik hier gemaakt. En ook als mensen nog een wiegje nodig hebben, deze staat ook op Marktplaats. Deze gebruiken wij niet meer. Oh. Dus, nou, dat is wel even leuk. Doe even een goed shot. Pianolak wit, stevig, vier poten. Vier poten. Bedoeld. Ja. Wat moest iets kosten? Ja. Ik zeg, €40 mag je hem hebben. €40. Maar als iemand dit daadwerkelijk vindt op Marktplaats en zegt, ik heb het gezien in, dan is hij 30, toch? Dan is hij 30, ja. Jongens,
Hoppakee, Home of Kids. En hier is hij ook te drinken en zo. Oh. Ja, hier is ook te drinken. Dit is wel wat meer eenrichtingsverkeer. Dit is echt voor mensen die willen vergeten wie ze zijn. Dan staat hier eigenlijk voor het, over het algemeen alleen maar alcohol is in. Alleen alcohol, joh. Heb je iets van... doe je dingen als drinken of blowen of roken of snuiven of misschien zelfs spuiten in een hele gekke... in een hele gekke bui? Ja. Nee, ik ben echt nu eigenlijk gewoon een soort van al 3 jaar gestopt met smoken. Ik deed blowen echt heel veel. Kijk, ik ben wel best wel een soort van ADD-achtig figuur. Dus ik dacht heel erg van, oh, dan kan ik makkelijker op één ding focussen. Maar het is gewoon, ja, het gaat prima. Maar dus, je bent meer Leo af en toe dan busy. Ja. Geen smoken, geen alcohol. Gelukkig in relatie met een prachtige vrouw en 2 kids. Ja. Maar liedjes gaan over Shorty komt buk voor me, buk voor me, buk voor me. Ja, maar ik wil ook wel dat Shorty's blijven bukken voor me. Ik embrace ook gewoon de hond in mij. En die laat ik naar boven komen als ik mijn pokoes maak. En ik vind het ook gewoon heel leuk. Ik maak hier en daar wel eens een wat serieuze nummer. Maar dat is meer eigenlijk, dat komt hier niet eens de studio uit. Dat doe ik gewoon voor de gein. Ik vind het gewoon leuk om wel een beetje te shockeren. En ik maak gewoon muziek voor de clubs. En dan wil ik ook gewoon een geile situatie neerzetten. Ja. Ik vind het ook gewoon leuk dat de eerste paar rijen gewoon gevuld zijn met vrouwen die... Ja, het is het tweerichtingsverkeer. Ik hou ervan om een beetje te flirten en zij ook. En dat is gewoon een busy show. Gewoon lekker smerig. En ik zit natuurlijk op een wave waar gelukkig eigenlijk in Nederland helemaal niet veel andere mensen op zitten. Ik heb echt mijn eigen sound en mijn eigen genre bijna. En nee, ik geniet daar wel van. En het is ook super echt. Als ik hier spit over, nou ja, gekke shit als ga laag met je kut naar de grond. Ja, dat zie ik dan ook gewoon voor me. Ja, ik vind dat gewoon vet als dan ik daar vervolgens dat live dan in de club doe of op een festival. Dat dan, dat ik ook zie dat die chicks eigenlijk losser gaan dan dat ze in eerste instantie zouden... willen toegeven aan de muziek. Ja. Heb je de ambitie om ooit een keer een ander genre erbij te pakken? Of misschien een hele serieuze kant? Heb je het idee dat je dat verhaal ook moet delen? Of dat mensen dat willen horen? Nee, kijk, mijn album gebruik ik altijd als een platform voor dat. Dus ik heb op beide albums, zowel November als op Tido... heb ik serieuzere tunes of serenades naar mijn vrouw. En ik heb vooral op Tido heb ik wel ook gespit over hoe ik me op dat moment voelde. En toen ging het niet goed met mij. En ik heb ook, juist toen het weer goed met me ging, heb ik op Mij Zijn van Moola B heb ik een freestyle gedropt. Gewoon omdat ik I felt like it. Daar zit ik wel, kom ik serieus. Waarom wil je mij zijn? Ik kijk naar mijn bankrekening, maar wat is rijk zijn? Hoe kon ik zo kwijt gaan? Hoe kan ik zo vlij zijn? Para hoe ze let op. Ik vind het wel leuk. We zitten wel in de studio. Ik zou er wel even willen dat mensen een beetje een idee krijgen van hoe zo'n muzikaal proces van Busy eruit ziet. Want je zegt, ik heb altijd inspiratie. Of ik kan forever schrijven over kutten die naar de grond moeten zakken. Die heb ik wel nog en nog wel een paar dingen horen. Maar hoe ik normaal te werk ga, is eigenlijk uit. Werk ik... Ja, hier zit ik weinig met shirt aan. Vaak komt hier een Young Felix, een Remix, Bartellini zit dan in deze stoel. Die gebruik ik als engineer. Ik ben wel componist, maar ik ben geen engineer. Ik kan niet uit mezelf produceren. Ja, ik ben sowieso niet van het schrijven. Zelfs een paar seconden voordat ik het spit, weet ik niet wat de fuck ik ga zeggen. Nee. Kijk, daar gaan we. Dit is... Heerlijk. Preview. Heerlijk. Ik kom binnen in die Olo Beeple over wat de kijker valt. What seems to be the officer problem. Maar ja, dit is een nieuwe single met Sesco. Oh, Sesco, ja? En Bartellini, ja man. Lijf. Fucking leuk. En ik heb ook wel wat echt een domme tune is. Een beetje meer Silk Sonic-achtige vibe. Met Bilal. Kijken naar je foto,
Lekker hoor. Schoentje toch? Klappertje hoor. MVP hè? Zo appie. Wat is de grootste hit die hier binnen is ontstaan? Nou, hij is van mij, is wel echt huge op Nederland. Die hebben we ook hier gemaakt. En Drama is hier gemaakt. Ewa is mad groot. En Ewa's Riding Camp, want daar stond ik eerst op. Ewa's Riding Camp, ja. Wauw, ja, daar stond jij op, ja. Get me, get me. Ik ga er vandoor. Ja, ik dat was gezellig dat je er was, houden. Ja, maar ik merk dat ik wel echt genoeg Leo heb gehad nu. Ik ga weer in de vandaag, auto busy luisteren. Ja. Je wilt nu alleen maar rondjes rijden in je Porsche en iedereen schreeuwen dat ze de boot hebben gebeurd. Porsche. Thanks voor de gastvrijheid. Lobby, man. Later. Wat was het? Eerlijk? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik vond het fucking vet dat we echt eigenlijk de hele dag gewoon met Leo hebben gesproken. Ik was bang dat we gewoon toch tegen een busy aan zouden lopen en we eigenlijk gingen krijgen wat we altijd krijgen. Maar ja, het is een vriend van me, dus ik dacht, het kan twee kanten op. En ik denk, zelfs ik heb een hele hoop geleerd. Het is niet eens dat ik allemaal dingen heb lopen herhalen en dacht van, oh, dat is leuk voor de kijker. Ik vond het zelf super mega, zo eerlijk dat hij was. Dus dit was weer een aflevering van Home of Hits. Vond je het nou te gek? Hey, heel goed. Vond je het niet goed? Hoe kan het dan dat je nog steeds aan het kijken bent? Dat is gek. Nou, ik heb ook een weekend. Later.